Er is een veel belangrijker onderwerp waar ik nog vrijwel niets over gezegd heb, maar mij wel zorgen maak: over onze jeugd, onze kinderen. Bij Rutte draait alles om geld, om centjes verdienen. Een visie heeft hij niet. Empathie is een woord dat hij niet kent. Markje is een wereldvreemde man die maar blijft roepen dat hij het goed voor heeft met het land. Veel mensen schijnen dit nog te geloven. Je gelooft het eigenlijk niet. Een jaar lang neemt hij buitenproportionele maatregelen, schuit, sluit scholen en rept vrijwel met geen woord over de enorme gevolgen die zijn maatregelen hebben voor kinderen, gezinnen en bedrijven. Maar ineens, in het zicht van de verkiezingen, maakt hij zich zorgen over onze jeugd. Hij gaf zelfs een persconferentie voor een groepje geselecteerde kinderen, georganiseerd door het Jeugdjournaal. Waar mijn kinderen, toen ze klein waren, absoluut niet naar mochten kijken. Jongeren en kinderen verschijnen in talkshows. De scholen mogen wellicht weer open. Zo doorzichtig allemaal. Mijn advies zou zijn, alle scholen open. Geen mondkapjes, geen testen, geen anderhalve meter. Onze kinderen zijn geen proefkonijnen. Het nieuwe normaal moet er niet doorheen worden geduwd bij een nieuwe generatie. Ik, de oudere eigenwijze man, is natuurlijk veel moeilijker te manipuleren. Al valt het mij behoorlijk tegen hoeveel van mijn weldenkende vrienden nog steeds deze overheid geloven. Het beleid is erop gericht om uit naam van de gezondheidszorg kinderen om te vormen tot de nieuwe anderhalve meter analfabeten. Ze worden uit elkaar gespeeld, verantwoordelijk gemaakt voor hun ouders en grootouders. Je mag pas meedoen als je helemaal gezond bent en getest. Een kind mag helemaal niet zichzelf zijn. Erbij horen moet gewoon vanzelfsprekend zijn en niet iedere keer middels een onbetrouwbare test worden bekeken. Als wij niets doen, worden alle vaders en alle moeders, alle opa's en alle oma's ziek. Zegt Hugo de Jonge in de speciale persconferentie voor kinderen. Ik weet ineens nog beter waarom ik mijn kinderen nooit naar dat verschrikkelijke jeugdjournaal liet kijken. Je reinste flauwekul natuurlijk, wat Hugo hier uitkraamt. Het is chantage en bangmakerij. Er worden nieuwe normen in, het hoofd, in de hoofden van met name de jeugd en de kinderen geplant. Nieuwe modelburgers op anderhalve meter afstand. Maar waarom eigenlijk? Wat is het doel? Moet de nieuwe burger beter luisteren? Meer controle door overheden, meer macht, de burger als pinautomaat. In de vorige column zei ik dat dit plan is chaos te creëren om veranderingen te, be te bewerkstelligen. Maar op weg waar naartoe? Er worden plannen uitgerold die niet zo goed doordacht zijn. Klaus en consorten weten het ook niet meer. Het zijn geen grote filosofen daar bij de overheid, de EU en veel verder weg. Build Back Better mensen die voor God willen spelen dat kan nooit goed gaan.